zijn aangekomen in het tweede hostel en de derde verblijfplek. En het is dus in Hazy View. En we hebben gewoon de hele dag in de bus gezeten. Dus dat is wel heel heftig. Maar dit is onze kamer. Een 8-persoonskamer weer lekker met stapelbedden. Hier ook. Hey Mimi. Ik ga wat groter, denk ik. Denk ik dat hij ook over mij heeft? Ja, ik denk het wel. Ja? Het is hier zo cute, jongens. Oh, hey. Het is ook weer echt lekker jungle-achtig, middle of nowhere. Niks in the surroundings. Hier zijn een soort van cabins. Dus dit is een 2-persoons cabin waar ook nog 2 meiden van onze groep zitten. En verder zijn er volgens mij ook geen mensen die hier verblijven. Maar we hebben dus een zwembad gespot. Dus daar zijn we natuurlijk allemaal super blij mee. En het is echt een beetje jungle-achtig hier. Dus dat is zo leuk. En hier is dus een zwembad. Kijk. We zijn met 16 meiden, dus dat past perfect waarschijnlijk. Dus gewoon lekker, ja, weet je, lekker vrij. Het is allemaal niet zo heel heftig. Volgens mij heb ik mezelf nog helemaal niet gefilmd met mijn backpack op. Het is best wel heftig om te dragen als je het niet gewend bent. Maar het is maar 10 kilo. Maar toch is het heftig. Ik vind het ook zo'n leuk beeld geven, iedereen die met backpacks loopt. Maar ik heb dus geen bikini bij me, maar het boeit me niet. De meiden maken het gelijk al helemaal cozy. Misschien best wel slim om een klamboe dus mee te nemen. Maar ik had daar echt geen zin in gehad. Maar dit is zo cozy, want hier zitten we wel dus in een gebied met wat meer muggen, omdat we gewoon heel erg in de natuur zitten. Maar dit is zo leuk. Ik heb inmiddels een bikini mogen lenen van iemand, want ik had zelf geen bikini bij. En ik wil zo snel mogelijk in het zwembad springen, dus ja. Inmiddels is het donker buiten, maar het is wel pas 7 uur. Volgens mij gaan we nu dineren trouwens. Ja, het is precies 7 uur. Ik vind het zo tof hier, jongens. Het is echt gewoon een jungle waar huisjes staan. Want dit is gewoon de keuken voor mensen die zelf willen koken. En het is ook gewoon half buiten, zeg maar. Er zit geen deur, niks. Ik heb hier mijn waterfles in de koelkast gedaan. Ik ga dit nog even, want we kunnen hier uit de kraan drinken. Dus dat ga ik doen, even vullen en in de koelkast zetten. Dus dat is ook chill. Maar wanneer het avond wordt, en dit is echt een plek met veel muggen. Ik heb me ingesmeerd, ingespoten met date en een lange beide broek aan, want iedereen is hysterisch voor de muggen. En we zitten vlakbij het malaria-gebied, maar dit is niet een gebied waar malaria zit. Want dat is ook iets waar we rekening mee moesten houden voordat we hierheen gingen. Maar ik vind het zo tof hier, ook de douches. Het is gewoon echt allemaal een beetje boom, houtachtige constructies en zo. Morgenochtend ga ik om 7 uur opstaan en dan zwemmen. Lekker eten en super lief. Die vrouw heeft speciaal voor mij iets vegetarisch gemaakt. En dat is echt de hele tijd zo dat mensen vragen wie is de vegetariër. En dat er echt speciaal iets voor mij wordt gemaakt. Dus ik heb, ja, je ziet het eigenlijk helemaal niet goed. En we hebben ook lekker blauw licht, maar we gaan lekker eten. Ja, dit is gewoon WhatsApp. Laten we even een momentje nemen om alle geluiden in ons op te nemen die we nu om ons heen horen. Oh, nu is de kikker net gestopt, maar het is zo bizar hoe fucking veel insecten we horen. Maar vooral de krekels is nu heel hard en dan horen we muziek van binnen en een watervalletje. Ja. En waar woon je nou? Echt een vage kikker, maar ook net Chicago. Nog... Ik weet niet. Het is dus allemaal best wel veel. Naar Barcelona en jij van Amsterdam. Veel geluiden. Typische Zuid-Afrikaanse drankjes. Bier en cider. Ik weet niet of jullie me kunnen zien, maar we hebben nog even gezellig buiten gezeten. Lekker wat drankjes gedronken en ik ga nu naar de kamer. Oké, ik heb hier goed licht. Het is zo chill hier. We zitten gewoon echt lekker in de natuur. Tot morgen. Een hele goede morgen. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie. Waarschijnlijk echt... Maar ik heb zo chill geslapen hier. Oh, echt. Ik voel me helemaal één met de natuur. Het lijkt alsof ik naakt ben. Ik heb vast weer een bikini aangedaan. Het is 7:10. Ik ben uit mezelf wakker geworden. Ik had nooit verwacht dat ik altijd een van de personen zou zijn die het eerste wakker zou worden. Ik ben altijd echt het eerste wakker ongeveer. En ik dacht, het is nu echt al, weet ik veel, 25 graden. Dus ik ga zwemmen. Ik denk dat dit het beste is. De beste manier van wakker worden wat ik heb gehad in een hele lange tijd. Om 7:00 ochtends lekker gaan zwemmen. En dit water is ook helemaal niet koud. Ik denk dat dit water 15, 20 graden is of zo. Ja, dat klinkt warmer dan dat het wel eigenlijk is. Maar nu doe ik toch een beetje mijn vader na die altijd 's ochtends vet vroeg zijn bed uitgaat om te gaan zwemmen. De 6e dag van onze trip in Zuid-Afrika. Momenteel verblijven we in Hazy View. Is het eigenlijk wel de 6e dag? Je raakt echt een beetje de dagen kwijt. Je raakt echt een beetje de dagen kwijt als je aan het reizen bent natuurlijk. Maar het is vandaag vrijdag. Of donderdag. Shit. Ik denk dat het 9 december is. Maar ik dacht, wow, er is hier een zwembad. Hoezo zou je niet vroeg opstaan om even te gaan zwemmen? Weet je hoe wakker je daarvan wordt? En daarna lekker aankleden en ontbijten. Ik ben blijkbaar de enige die dat dacht. Want ik ben dus met een groep van 16 personen. 16 meiden ook echt. En 1 lerares. En het is ook zo gezellig met iedereen. Iedereen kan het gewoon met elkaar vinden. En ik snap misschien dat jullie benieuwd zijn met wie ik allemaal aan het reizen ben. Nou, sommige mensen vinden het oké om op camera te komen. Sommige wat minder. En dat merk ik dan wel. Hey! Hey. Ik dacht, ik heb even mijn private... vlogmoment, maar nu kom jij op de achterkant.
Josephine is er nu ook, dus wij gaan lekker zwemmen. Lekker gezwommen, lekker gedoucht, aangekleed en dichte schoenen aan. Want we gaan dus vandaag iets heel tofs doen. Wat gaan we eigenlijk doen, Rosa? Wij gaan een panorama-route doen. Ja, een panorama-tour. En dat is echt een super mooi in het bergachtig natuurgebied. Dus dat is heel tof. Maar nu gaan we dus ontbijten. Wat gebeurt hier? Iedereen is hysterisch over het ontbijt. Kijk eens wat we allemaal hebben. Ik ben lekker een kopje koffie aan het drinken, want ik was toch nog niet helemaal goed wakker na het zwemmen. Maar het enige jammer is dat ze overal bij accommodatie echt nog een oplos koffie hebben. Ja, ik heb niks te klagen, maar dat is wel even een dingetje. Oh ja. Want Joost en ik zijn echt koffiedrinkers, maar weet je.